De klanten kunnen bij ons wonen in een van de 24 appartementen. Daarbij kunnen ze dus zorg krijgen die ze nodig hebben. En zij kunnen met het eten bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van de maaltijden die wij bereiden en serveren. Of ze kunnen ook op hun eigen appartement koken. Wat Krategus is wonen en zorg gescheiden. Dat betekent dat de zorg door de overheid betaald wordt. En het wonen, de huur, die betaal je gewoon net zoals bij een woningbouwvereniging aan ons bedrijf. Wij verhuren woningen onder de huursubsidiegrens. Dus ook mensen met een laag inkomen kunnen bij ons wonen, want die krijgen huursubsidie. Het moet een beetje blauw water zijn, anders dan stijven ze van schrik. Je woont zo en zo in een mooie omgeving. Het is heel erg bosrijk hier. Dus wandelen doe ik heel graag. De woning op zich, het is 50 vierkante meter en eigenlijk zit alles erin. Koelkast zit erin standaard, airco zit er standaard in. En de slaapkamer is ook groot, dus ik kan 2 personen bed in makkelijk. Ik ben heel blij, ja. We hebben hier 180 zonnepanelen die de stroom produceren voor het hele gebouw. En we zijn dus bijna energie-neutraal. Zonnepanelen zijn voor ons heel belangrijk omdat wij vinden dat we een duurzame organisatie neer willen zetten. En dat begint bij het gebouw tot onze medewerkers, tot onze klanten. Duurzaamheid is heel belangrijk in onze organisatie. Eens kijken of ik ook een gele kaart heb hoor. Ja, ik heb er ook een. Wij bieden zorg op maat en dat wil zeggen dat wij echt kijken naar de zorgbehoeften van de klant en daar onze zorg echt op afstemmen. Dat je allemaal goed kunt onthouden, hè? Ik werk hier vanaf het begin en ik heb gekozen voor Krategus omdat ik de mix tussen jonge en oudere bewoners heel leuk vind, heel dynamisch. Het is een hele leuke sfeer die er hangt. En het mooie van hier werken is dat je voldoende tijd hebt om persoonlijke aandacht te geven aan de mensen en rekening te houden met de individuele behoeften en wensen. De mens staat centraal. En dat vind ik zo knap. Als we dat niet gehad hadden, dan hadden we die sfeer ook niet gehad.